Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Dit keer Fortnite Save the World. Wij gaan op een speciale missie, tenminste wij. Ik ga op een speciale missie. Ik ga voor een speciale hero in dit spel. En dit is de hero, Dire. Dire is nu ook te krijgen binnen Save the World. Het is een mythical hero en dat is wel super cool. Want hij is daardoor extra sterk en het is een van mijn favoriete soorten. Het is een ninja en die zijn onwijs leuk en die kunnen double jumps doen in het spel en zo. Dus dat is super cool. En nou ja, hij kost dus goud. Dat goud dat moeten we gaan verzamelen door missies te gaan spelen. En net zoals in Fortnite moet je hem levelen. Je begint met dit mannetje. Die ziet er niet zo stoer uit. Maar door hem te levelen en door meer experience te krijgen, kan het uiteindelijk die Dire Wolf worden. Elke keer als je een missie doet, krijg je rond de 50 goud. Nou, wij gaan Fortnite Mares doen. Dat is een speciaal event voor Halloween. En Halloween is al voorbij. Maar hier krijg je dus en lama's voor met die coin, met die candy en wat andere spullen. En je krijgt dus ook dat goud dat ik nodig heb. Ik ben al halverwege, bijna. Dus ik heb al iets meer dan 1000 had ik toen ik hier ging beginnen. Dit is de kaart waar de missie is geselecteerd voor ons nadat ik op play heb gedrukt. En als je dan begint, dan is het eigenlijk een beetje zoals in Fortnite. Op een gegeven moment kom je dan in het kaartscherm terecht, want dit is eigenlijk het tussenscherm. Hier zie je dat Giovanni er is. Zij heeft ook haar eigen poppetje kunnen kiezen. En dan door op launch te klikken, krijg je dit. En wij moeten Fight the Storm gaan doen. We moeten het target vinden. En dat is dus een storm capture apparaat. En daar doe je dan je dingen mee. En als je die hebt gewonnen, dan krijg je je goud. En hier staat dus altijd wat je moet doen. Je moet een Atlas placen, Fortify and Defend. Nee, dat ga ik ook een klein beetje laten zien. Dit is de missie. Ik ben hier al een beetje begonnen. Je kan daar linksboven zien dat Giovanni meespeelt. Je kan spullen verzamelen. En je ziet het, er zijn overal husks. En die husks, die moet je dus verslaan om tijdens het gewone spelen. Dit is eigenlijk nog de beginfase. Hier moeten we de Atlas zien te vinden. Dus het apparaat waar we het neer moeten zetten. Die achtergrond zie je Giovanni hakken. En er zijn allemaal bonussen die je kan doen. En dit is een van die bonussen die je in kan leveren. Dan krijg je meer energy. En hier zie je dat er gewoon wat husks ook rondlopen. Je moet die blauwe dingetjes die je op de achtergrond ziet, dat is Blue Glow. Die moet je verzamelen. En daarmee kan je de Atlas opstarten. Dus tijdens het spelen moet je dat ook zien te verzamelen. Er zijn hier wat monstertjes. Hier zie je weer een bonus. Daar kan je ook Blue Glow in doen. En dan krijgen we in dit geval een schild. Maar dat is dus niet het doel. Het doel is die atlas te vinden, neer te zetten en dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen. Nu is het alleen puur spullen verzamelen zodat je straks goed kan bouwen en zodat je wapens kan maken, traps kan neerzetten en alles en zo. En hier zie je dat je ook survivors kan redden. En die survivors heb je weer nodig in het, als je thuis bent, want dan kan je ze weer upgraden, dan kan je weer special stats krijgen en zo. Dus zo gaat het spel eigenlijk de hele tijd maar door. En uiteindelijk heb je dus de atlas gevonden. En die atlas kan je daar rechts een beetje al zien gloeien. En als je hem dus hebt gevonden, dan ga je je basis bouwen. Kijk, dat is de atlas. En wat je dan doet, tenminste zoals wij het spelen, wij zetten dan allemaal muren eromheen. En we zetten een dak erop. We kunnen geen dak bovenop de atlas zetten, geloof ik. Of kan dat in deze wel? Nou, dat verschilt. Je hebt verschillende soorten missies. Sommige zijn er bijvoorbeeld een ballon die omhoog moet. Nou, bij de atlas kan het wel. Dan moet er een ballon omhoog en dan kan het dus niet. Maar er zijn dus speciale husks en die gooien dus ook bommen van bovenaf. Dus je moet hem ook van de bovenkant beschermen, anders kan hij kapot gaan. Dus zo ga je je basis steeds meer uitbreiden. Je gaat traps plaatsen, je gaat muurtjes neerzetten, zodat het allemaal wat beter te verdedigen valt tegen de waves die zo meteen gaan komen. Als je de atlas hebt gestart, dan verschijnen deze paarse pilaren. En dit zijn de waves. Elke keer spawnen er steeds meer husks. En je ziet dat ze blijven de hele tijd komen. Ze kunnen op verschillende plekken komen. Als je rechtsboven kijkt, zie je een paarse wolk. Dat is waar ze verschijnen. Ik moet even mijn wapens aanpassen, want ik vind mijn zwaard niet zo relaxed. Ik wilde een klein mesje, daar kan ik veel sneller mee hakken. Maar ze blijven dus komen. En het verschilt per veld. In sommige velden komen ze van meerdere kanten. In dit veld waar het hier is, dan zie je dat ze van één kant komen. Je wapen kan ook kapot gaan, zoals je ziet. Maar ze blijven dus komen en ze proberen dus naar de atlas te gaan om die aan te vallen. En wij hebben er dus allemaal dingen omheen gebouwd om te zorgen dat dat niet kan. Er zijn ook hele grote husks, die zijn moeilijker dood te maken. Daar zag je dat er een husk was met een bijenkorf op. Die laat allemaal bijen zwermen achter. Dus dit vind ik onwijs leuk, want je bouwt eerst gewoon een basis en dan ga je gewoon lekker helemaal los. Dit zijn springende husks die ik hier tegenhoud. En je kan het met z'n vieren doen. En met hoe meer mensen je het speelt, hoe meer bonussen en zo je krijgt. Nou, we zijn nu al richting het einde gegaan. Je ziet, er zijn nog maar 30 seconden. We hebben alles, het was een kleine sprong, we hebben alles gewonnen.
is ook nog niet onwijs makkelijk hoor, nog niet onwijs moeilijk. We zitten helemaal in het begin van het spel. Mijn mes was in de tussentijd kapot gegaan, dus ik heb hier weer wat anders gepakt. Ik vind hand-to-hand combat vind ik het leukst. Je ziet dat ik hier ook met een soldier vecht. Die kan bijvoorbeeld, als je helemaal rechts kijkt, die kan handgranaten gooien. Ja, deze is wat prettiger. Je hebt hier ook epic weapons. Net, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als Fortnite, want dit is het originele spel. Je ziet dat ik een bonus heb gehaald. Het is namelijk klaar nu. En ik heb dus allemaal badges gehaald. En hoe hoger je badges zijn, hoe beter je beloning zo meteen. Nou, ik heb nu een victory zoals je kan zien. En daarna gaan ze dus alles optellen. En dan gaan ze je laten zien wat je allemaal hebt. En dat gaan wij dan ook even bekijken. Want dan kan je zien hoeveel dingen ik heb gewonnen. En of daar inderdaad wel dat goud bij zit wat ik nodig heb om mijn dyer bij elkaar te krijgen. Want dat is natuurlijk wat we willen. Nou, hier zijn mijn experience. En daarmee krijg ik punten om mijn poppetje beter te maken. En je krijgt als je elke dag speelt ook bonus experience. Dus dat is ook super relaxed. En nou, dan gaan we nu kijken hoe goed we het hebben gedaan. We hebben level 1 kist hebben we nu. En we hebben, even kijken, gaat die door? Ja, level 2 hebben we gehaald. Level 3 zitten we nu in. En gaan we naar level 4 toe. Ja, level 4 hebben we gehaald. Het hoogste wat Jovianni en ik hebben gehaald, dat is level 5. Dus we zijn nog wel eens een keer 1 level hoger geworden. Maar level 4 is eigenlijk wat wij meestal krijgen. Nee, ik kan nog een duimpje omhoog geven met de persoon met wie je speelt. Nee, ik speel altijd met Jovianni, dus dat hoeft eigenlijk niet. Maar dat is ook iets. En dan gaan wij kijken wat erin zit. Er zit in deze kist, want die wordt dan meteen geopend. Oh, rechtsboven kan je die twee mapjes zien. Dat zijn quests die me zijn gelukt. 55 goud, daar gaat het om. Dit zijn allemaal bonusdingen die zijn handig, maar het ging mij om het goud. En ik krijg hier experience en een soort hakbijl. Want dat was de quest reward. En dan heb ik hier nog een quest. Wat zit er daarin? En nou, daar zit candy in. En met die candy kan ik special event lama's openmaken. En als je dus veel goud moet hebben, moet je het hele spelletje gewoon weer opnieuw gaan doen. Dit keer is het Fight the Storm, Place the Atlas, Fortify and Defend. Nou, eigenlijk weer gewoon hetzelfde als daarnet. Het kan verschillen. En nu zitten we midden in het spel. Heb ik hem nu weer even gestart voor jullie. En dan zie je weer dat er weer mensen gered moeten worden. Ik vind Fortnite er wel echt leuk uitzien. Zulke coole kleuren. En nou ja, er zijn allemaal missies die we doen. Hier is het bijvoorbeeld een missie dat ik een piano moet verzamelen. Want dan zitten er allemaal pianostukken zitten erin. En die vertellen dan weer wat over, in dit geval Dracula. Want het is Halloween, dus dat heeft daarmee te maken. Dus dat vind ik wel heel grappig. We spelen ook het Halloween event vooral nu. Omdat dat nu tijdelijk is. En daar is ook Dyer natuurlijk voor. Jovianni en ik hebben een speciale tactiek bedacht voor als we quests niet kunnen vinden. Je ziet rechtsboven een uitroepteken, maar die zitten dus soms onder de grond verstopt. En wat wij dus gaan doen, is wij gaan er gewoon bovenop staan op het dak en graven dan helemaal naar beneden. Want soms kunnen we het gewoon niet vinden en dan is dit de makkelijkste manier. Nou, dit keer was het een grafkist. Hier zien we dat we weer gewonnen hebben. En het was een van alles hebben we weer allemaal badges verdiend. En dan gaan we weer kijken wat wij dit keer verzameld hebben. En of wij weer wat goud erbij hebben. Om te kijken of ik dichter bij die dyer ben gekomen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De beste tactiek waar we trouwens achter zijn gekomen, zijn om niet gewoon losse missies te doen, maar je hoofdquest. Dus de hoofdquest van het hoofdspel, dus niet de special event waar we nu in zitten, maar echt de hoofdquest zelf, want daar krijg je dus veel meer goud bij. Maar ja, daar kwamen we dus pas aan het einde achter, toen ik er al was. Ja, dat was dus niet zo verschrikkelijk slim van ons, maar het is niet anders. Ik heb veel skill points. We gaan kijken wat wij hier aan loot binnen hebben gehaald. Welk level. Dit is altijd wel grappig. Dat is wel spannend. Want we hebben echt geen idee waarom het de ene keer heel goed gaat. En de andere keer gaat het echt soms dat we denken van nou, was dit het nou? En nu nee, ook weer zoals je ziet level 4 loot. En dan gaan wij dus kijken wat daarin zit. De kist gaat open. Je ziet dat ik dit keer 3 quests gehaald heb rechtsboven. Dat zijn die envelopjes. Dat zijn dingen die dus los ervan staan. En ik heb weer 55 goud. Soms heb je ook maar 46 goud als je het heel slecht doet. Dus dat is... dus 55 is voor ons prettig. V-Bucks, die kan ik ook in Fortnite Battle Royale gebruiken. Dit zijn weer andere dingen die ik kan kopen. Vampire Records heb ik gehaald. 250 candy zijn voor speciale loot lama's. En ik heb hier 50 candy ook weer voor speciale loot lama's te gebruiken. We hebben er weer wat goud bij. Laten we eens gaan kijken hoeveel we nodig hebben. Bij het event zien we dat ik 1797 van de 3200 heb. Nou, ik ga nog een aantal missies doen. We zijn weer een aantal missies verder. Ik kan een candy lama kan ik claimen. En deze is wel cool. Hier zat iets super stoers in. En ik vond het echt een onwijze lastige keuze. Als je kijkt wat hier allemaal in zit. Nou, ik heb allemaal survivors, ceiling sappers als een trap. Maar, en een pistool.
nog meer ceiling trappers. En deze is een epic survivor. Maar dit is paars. Dus ik moet kiezen tussen een epic wall trap of een epic ceiling trap. Dus wat wil ik weer? Nou ja, ik vind ceiling traps vind ik relaxter. Dus dat heb je hier ook bij. Je moet soms kiezen tussen twee verschillende dingen. Hier ook weer een ceiling zapper en een ceiling drop trap. Nou ja, soms klik ik maar wat omdat ik niet weet welke van de twee beter is. Ik heb nu een ceiling zapper gekocht en als ik een dubbel heb, nou ja, dat is dan jammer. Maar deze is dus heel erg goed. Nu moet ik dus kiezen tussen Skull Trooper Jonesy en Catstructor Penny. En ik heb dus echt, ik heb hem al gekozen. Ik had geen idee welke ik moest doen. Een Catstructor, dat is een handiger, want dat is een Constructor en daar heb ik dus eigenlijk nog geen Legendary van. Maar Skull Trooper Jonesy is weer de favoriet van mijn zoontjes. Die vinden die super cool. Dus welke van die twee ga ik kiezen? Het is uiteindelijk Skull Trooper Jonesy geworden. Omdat ik dat plaatje toch ook wel erg leuker uit vind zien. Dus heb ik die gekozen. En nou ja, dit is hem. Hij ziet er ook wel heel stoer uit. Dus nou ja, soms zijn de keuzes gewoon wat lastiger. Hier zie je nog een overzichtje van wat er allemaal in die lava zat. Het is weer een dag verder en een heleboel missions verder. Je ziet, ik heb nu 2242 van de 3200. Dus het is best wel veel werk. Maar het spel is natuurlijk leuk. Alleen we zijn nu echt met een doel bezig. Dus ik moet nog gewoon steeds doorgaan om die hero Direwolf te krijgen. In de tussentijd heb ik ook een nieuwe hero gekregen. Je ziet er daar Ranger Beetlejuice van Beetlejuice. Die ziet er leuk uit. En we kregen een ander soort missie. We moeten in een busje moeten we allemaal spullen gaan gooien. Zij is heel erg cool, omdat zij met haar special ability die onder 7 zit, kan zij naar voren dashen. En dat is, vond ik erg grappig. En dat maakt het rondreizen en rondrennen heel erg makkelijk binnen het spel. En nou ja, het is dus gewoon eigenlijk door blijven gaan en blauwe dingetjes, in dit geval Blue Glow, blijven verzamelen. En nou ja, dan kan je die bus starten. Dit is ook zo'n minigame. Dan heb je zo'n monstertje, die steelt je Blue Glow en dan moet je die bus slaan. En elke keer als je hem slaat, dan gaan er wat hitpoints vanaf. En als je hem vaak genoeg geslagen hebt, dan kijk of ik het kan laten zien. Want ja, kijk, dan schiet hij weg en dan krijg je dus een cadeautje en dan krijg je extra Blue Glow. Dus dat zijn, dat wilde ik ook nog eventjes laten zien, dat dit soort dingetjes er dus ook nog in zitten. Het is wel erg leuk. We zijn er bijna. Ik hoef nog maar 1 of 2 missies en dan heb ik eindelijk Dire, de skin waar we dit allemaal voor doen. Dit is, als het goed is, de laatste missie die ik heb moeten doen. Level 4 loot zit erin. Er zitten 3 mini-reward lamas aan. Dit was een gewone missie, dus van het hoofdspel, dus niet een special event. Want we hadden gezien dat we daar dus veel meer geld uit zouden kunnen krijgen. En nou ja, de reward waren die 3 mini-lama's. Hier hebben we dus heel veel V-bucks gekregen. Dat is leuk voor Battle Royale. Kan ik weer wat leuks voor mijn zoontjes kopen. Maar wij gaan bij de loot. Dan zie je daar die mini-reward lama's. Daar hebben we er 3 die we kunnen claimen. En laten we eens gaan kijken hoeveel erin zit. Ik had nog maar weinig nodig. En als eerste zit er in experience, traps, nog experience. En 30 goud. Ik ben er nog niet. Dat is nog niet genoeg. Ik had nog 60 of zo nodig. Dus laten we kijken. Wat zit er in deze? In deze zit er experience, een schemata en 50 goud. Ik heb hem. Dus nu heb ik al 80 goud met deze ene missie. Dat is meer dan die 55 van normaal. En wat zit er hierin? Laten we eens gaan kijken. Hier zit in nog een keer 50 goud. Dus deze missie heeft mij gewoon al 130 goud opgeleverd. Dat is veel meer dan die 55 die ik elke keer kreeg. Dus je kan inderdaad gewoon veel beter gewone dingen doen. En het kan zelfs nog verschillen, hè, wat je per keer krijgt. Juf Janni die had een lootlama waar veel meer goud in zat. Ik heb hem. Hij is 3200 en ik kan hem kopen. We kopen de Dire. Ik heb hem. Alleen, nou ja, ik kocht hem dus. En waar ik dus toen achter kwam, en dat wist ik niet toen ik hem kocht, is als ik dus naar mijn heroes ga, zie, daar heb ik weer een ninja. Dan gaan we naar change. We gaan naar de Mythic Hero toe. We selecteren hem. En als je hem dan ziet, dan ziet hij er hier echt super vet uit. Vind je niet? Ik vind hem er hier heel cool uitzien. Totdat je dus erachter komt dat als je hem gaat spelen, ziet hij er zo uit. Yup, hij moet geupgrade worden. Level up moet ik dus doen. Dus de eerste heleboel levels, en gelukkig had ik veel punten, is hij dus gewoon zo'n mannetje. Nee, daar heb ik hem niet eens mee gespeeld. Maar dat is dus een beetje jammer. Kunnen we op Evolve klikken. En als je dus op Evolve klikt, dan wordt het dus nog steeds niet die wolf, maar deze. Net als in Fortnite Battle Royale moet die dus nog 2 stappen verder. En daar moet ik nog onwijs veel voor spelen. Maar dat maakt niet uit,
Want ik heb hem al. We hebben Dire. Het is ons gelukt. En dat is waar het natuurlijk om ging. Nou, dit zijn al zijn special abilities. Hij kan heel ver springen. Hij kan omhoog springen en dingen naar beneden gooien. Hij heeft een super slash. Dus het is wel echt een hele coole. Dus jullie zullen misschien in de toekomst ook nog wel tegenkomen als ik gameplay laat zien. Maar dit was hem. Dit was Dire. Mijn missie is gelukt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie ook Dire een heel coole hero vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!